Deze week draait om liefdesverdriet. Echt een platte bil, zegt heel erg. Wow, het is een hele mooie broek qua billen en buik. Het zou ook makkelijk op tijd had kunnen zijn. Ik vind echt wel veel mannen leuk. In ieder geval is het echt een heel erg aanrader. Het was ontzettend leuk. Lijken we op elkaar? Vertellen. Ik zag gasten aan de bar waarvan ik dacht, oh nee. En tegenover mij kwam dan een man en tegenover haar kwam een man. Er stond dus voor 85% gemonteerd. Ja, en ik voel me echt goed. Ja, ik ben afgevallen. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Deze week draait om liefdesverdriet. Ik heb afgelopen weekend gedate en dat horen jullie later nog, pas over een tijdje. Maar dat heeft me heel erg aan het denken gezet en ik heb nu ineens liefdesverdriet om Ruben. En dat is mijn leven nu, dus heel veel huilen en janken en ja. Morgen ga ik speeddaten, het is nu vakantie. Heel lang niet gevlogd voor mijn gevoel. En ik ga zo naar mijn boekhouder voor het eerst een keer. En ik wil naar de zonnebank, want ik ben echt een lijk. Ik ga heel lekker eten, want ik had helemaal niks meer in huis. Dus het is eigenlijk een avondeetgerecht. Er zit een beetje avocado onder, maar was bruin. Dus het is heel weinig. Grote kip met sour cream en wortel. Het is eigenlijk dat lekkere wrapgerecht, maar dan nee. Ik heb echt ruzie met hem als ik aan het eten ben. Maar dan een beetje de simpele variant. Op een triangel. Wel veel calorieën dit. Maar goed. En weer koffie. Hij hoort een vogel. Oh, Bolly. Jongens, ik heb pas foto's gemaakt. Dit is zo verschrikkelijk. Lachen jullie me uit? Welke zouden jullie kiezen? Wat erg. Bolly is voor het eerst in zijn leven op een basilicumplant aan het chillen. Het is echt hilarisch. Nee, doe nou. Ik heb die grote plant dus gekocht. Het is echt hilarisch. Hij jumpt eerst hierop en dan gaat hij op de plant. Dat is zo schattig. Hey, mijn moeder zei, je moet er nog water op doen voor haar. Het is een vrouw nu dus, maar ik noem hem nog steeds hem. Helemaal gestoord. Helemaal ruikt hij naar basilicum. Hoi, heb je een nest? Ik ga dit eten nu. Baby? Mina. Ik ben een clown. Het is hier helemaal geplet. Moet in het midden liggen. Kom maar, hier is een bedje. Het is zo hilarisch dit. Het is toch geweldig? Bolly! Verkeerde kant. Alsof je in een pretpark bent. Helemaal dol. Ga maar weer. Hi baby. Hi baby. Kus. Je ruikt lekker. Zo gestoord. Nee, niet zo laag. Nee, nu word je te dol. En nu word je echt gestoord. Dus iets na achten en ik ben echt ongesteld geworden. Dus ik dacht, als ik nog wil sporten, kan ik beter nu doen. Want nu heb ik niet heel erg veel pijn. Wow, ik zie er zo mooi uit. Morgen speedtijd, dus ik hoop dat ik vanavond een beetje goed ga slapen. Dit is mijn sportoutfit. Best wel leuk. Zien jullie nu dat ik ben afgevallen zo? Want dit is echt een platte bil. Het is echt heel erg. Maar ik train die ook echt totaal niet. Dit is een legging die ik echt nooit aanneem. Want ik vind dat het gewoon heel dik maakt. Vandaag dacht ik, weet je, doe hem gewoon lekker aan. T-shirtje. Nog steeds niet strak, maar wel als strakker shirt dan normaal draag. En ik denk dat het wel leuk staat met dit jasje. Dit is trouwens van Jacqueline de Jong. Deze had ik dus op Bekamp besteld voor 40 euro voor mijn date. Maar het is wel een lekker jasje. En ook als ik nog blijf afvallen is hij nog steeds wel leuk, denk ik. Want hij zit niet wijd nu. Nou, ik vind dat het zwart op een grijs iets niet zo mooi, maar prima. Ik vind het best lelijk, deze combi. Oh, ik wil zo graag nu dus weer aan mijn billen gaan werken, want vroeger had ik echt wel billen. Ook toen ik dunner was, zeg maar, door Zumba. En nu zijn ze gewoon compleet plat. Dus oké, ik ga sporten en daarna ga ik naar de... Ik vind het jasje heel lelijk. En dan ga ik naar de zonnebank. Hallo jongens, ik ben al lekker een tijdje wakker. Ik dacht, ik ga maar even vroeg opstaan. Ik ben broek aanpassen die ik had besteld. Last minute voor de speed date. De eerste die ik pas vind ik echt heel mooi. Hele mooie broek. Alleen ik ben dus bang dat hij zit niet heel strak. Ik weet nooit hoe erg ze uitlopen. Hij is van River Island en hij is echt iets van 60 euro. Dus ik vind het niet heel goedkoop. Ja, ik denk dat hij een beetje te groot is. Mijn probleem is dus altijd... Oh nee. Soms is het juist bij mijn buik te strak. En soms is het juist bij mijn benen. In ieder geval zijn mijn broeken dus veel te groot. Omdat ik natuurlijk wel gewoon 8 kilo kwijt ben nu. Ik vind het wel heel leuk. En hij is precies waar ik van hou. Alleen, hij zou dus iets
Ja, mijn benen zijn altijd in verhouding dunner dan mijn buik. Dus ik heb het gevoel dat ik 42 heb qua omtrek, maar eigenlijk 40 qua benen. Ik vind dat hier dan net iets te veel ruimte zit, dus ik weet het niet. Ik denk zo zonde als je dan te groot is. Maar het is wel... Wow, het is een hele mooie broek qua billen en buik. Oh, om deze reden zou ik hem echt wel willen... Ja, het is... Ja, ik denk niet dat ik in een 40 pas, joh. Je zou denken van, oké, je had 44, dus je past nu misschien 40 met 8 kilo minder. Jeetje, Bolly. Ik denk het niet, ja. Yeah. Ik zou hem zo aantrekken, maar ik ben gewoon bang dat hij dan te kort meegaat. Ik vind dat ik er heel leuk uitzie, maar ben ik eens een keer niet te laat? Nee, ik ben dus te laat, omdat ik weer aan het treuzelen ben. Terwijl ik makkelijk op tijd had kunnen zijn. Ik heb voor dit jurkje weer gewoon gekozen. Ik heb mijn camera aan laten staan, waardoor die nu helemaal leeg is. Dus ik kan hem niet meenemen, terwijl ik ga speeddate. Wat super jammer is, maar ja, ik ga daar toch niks filmen. Maar ik ga jullie er daarna alles over vertellen. Ik heb deze nog gedaan, zodat ik wat minder rood ben. En ik vind zelf dat ik er echt wel goed uitzie. Echt wel sexy. Toegankelijk voor veel mannen qua wat ik aan heb, zeg maar. Ik vind echt wel veel mannen leuk. En ja, ik vind dat ik er goed en leuk uitzie. Ik doe mijn jasje eroverheen. Die heeft wel zilveren details, maar maakt niet uit. En dan ga ik nu. En dan ben ik er dus om 8 uur, terwijl je er eigenlijk 7:50 moet zijn. Jammer, hè? Beetje dom. Oh, en ik moet ook nog een pil nemen, want ik ben ongesteld. Oh, Charlotte, blitz. Charlotte! Hey, jongens, het is 12:30. Ik kom nu net binnen. Maar ja, mijn camera is dus leeg. Zo dom heb ik hem niet opgeladen, dus ik kan het nu niet vertellen. In ieder geval is het echt een hele erg aanrader. Het was ontzettend leuk. Ik heb net Lena en Lot uitgebreide memo gestuurd. Maar ik zal jullie het morgen vertellen. Ik voelde me ook super chill. Ik ben echt blij dat ik ben afgevallen. Het is echt goede timing. Ik voelde me gewoon heerlijk in mijn outfit. Ja, ik heb mijn outfit al laten zien natuurlijk. Ik was echt zelfverzekerd. Maar ik vond dat mannen me ook wel gewoon leuk en aantrekkelijk vonden. Dus dat is ook wel leuk. Eén iemand is wel iemand waarvan ik zeg. Als ik nu een beetje het single leven wil ervaren. En lekker met je wil daten en zo. Zou hij wel een geschikte jongen zijn. Hij heeft in ieder geval ook op ja gekruist met mij. Maar hij had er ook wel iets van 6 met ja. Ik ook. Maar nog even gepraat met hem en een vriend. Dus wie weet. Ik spreek jullie morgen. Gezellig, we hebben lekker gegeten. Ik heb niks gefilmd. En mijn oma wil nooit een beeld. En ik heb echt een hele leuke tante erbij. Het is echt super gezellig. Met oma gaat het ook goed. En hier is een mooie Muiderslot. En iedereen houdt van Muiden. Ik hou ook van Muiden. Nou, wat gebeurt er dan met me? Dit is mijn nieuwe tante. Oh my god. Lijken we op elkaar? Delle? Oké, jongens. Hey. Wow, ik heb nu al make-up eraf gehaald. Nu zie je nog hoe rood ik ben. Ik weet niet meer wat het laatste is wat ik heb gevlogd. Oké, mijn tante. Ik vind het trouwens heel leuk zo'n jasje. Mijn tante ontmoeten was heel leuk. Echt een ontzettend leuke vrouw. En ik ben heel blij dat het zo goed gaat met mijn oma. Ze is natuurlijk... Vandaag is ze precies 3 maanden geleden haar man verloren. Ik ben echt heel trots op hoe ze het allemaal doet. Ze was echt super lief en leuk. Ik ben trouwens ongesteld en ik heb helemaal geen last dit keer. Ik weet niet precies hoe het komt. Het kan ook weer te maken hebben met afvallen. Dat je lichaam anders reageert. Ik eet trouwens de laatste tijd best wel veel rauw vlees. Ja, weet je, ik sta erachter. Ik eet nu bijvoorbeeld weer helemaal geen vis. En geen kip. Al best wel lang. Dus ik heb nu toevallig rosbief en carpaccio eventjes ontdekt. Dat het heel mager is. En ja, ik vind het zielig, maar ik eet het... Dan nu toevallig even 2 weken weer veel. En dan weer niet. Dus weet je wat ik zeg? In ruil daarvoor eet ik weer geen vlees en dit en dat. Dus ik eet alsnog niet zoveel. Maar ik merk nu dat mijn lichaam het heel lekker vindt om weer yoghurt te eten. Volle melk in een cappuccino als ik ergens wat ga drinken. Ik heb nu ook zelf een halve volle melk gehaald bij de buurtsupermarkt. In ieder geval. Het was heel gezellig. Toen heb ik dus als een gek bestellingen lopen maken. Want het was heel erg. Maar het was echt op de allerlaatste dag dat ik het mag verzenden. Dus ik het in alle haast brengen was het systeemstuk en was de postbode al geweest. Dus hebben ze het alsnog niet morgen in huis. Daar baal ik wel van, maar goed, let it go. En toen was ik in de supermarkt en ik ben een beetje misselijk de hele tijd, maar ik heb wel trek. Ik had dus een broodje zalm gegeten en een cappuccino en een sparoot net met z'n drietjes. En verder had ik dus niks gegeten of gedronken vandaag. Ik moet water drinken. Maar ik stond in de supermarkt en ik dacht, ik heb nergens zin in. En toen dacht ik, oké, het is 5:30, om 6:00 kan de bezorger eindelijk mijn weekendpakketten komen ophalen, hopelijk. Dus dan moet ik thuis zijn. Ik dacht, ik ga weer naar Oma Co, waar ik net zat met mijn moeder, mijn tante en mijn oma. Zo leuk. Oma dus niet van dezelfde kant, maar van de andere kant. Van moederskant. En tante is dus van vaderskant. Maar
Toen dacht ik, weet je wat, ik ga een carpaccio bestellen. En ik heb een ginger ale genomen in plaats van een spa rood. Daar had ik vet veel zin in. Ik kreeg er 6 broodjes bij. Ik heb er 4 van de 6 genomen. Ik heb geen boter gegeten, want dat is echt funest. Wel de helft van de dressing gebruikt en wel wat tapenade. Dus ik ga het zo even invoeren. Dat ben ik dus 2 keer uit eten geweest. Maar ik neem aan dat dat niet bij elkaar 1560 calorieën is. Dus ik ga het zo even allemaal invoeren. Ik had geen mobiel bij me. Toen dacht ik nog, oh, zou ik een mobiel halen? En toen dacht ik, nee, het is vet goed. Dus ik heb echt om me heen gekeken en genoten. Ik heb er 25 minuten gezeten of zo. Super chill. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb nog 2 pakketjes opgehaald, want ik heb nog steeds mijn unboxing niet gefilmd. En morgen heb ik een date met de jongen die ik het leukst vond van het speeddaten. Ik weet even niet precies wat ik er nou nog over kan vertellen. Ik vind dat heel lastig. Ik heb dan alles alleen aan Lotte verteld. En dan denk ik, wat moet ik nu nog zeggen? Ja, waarschijnlijk vinden jullie het wel heel leuk om te weten hoe het was, hè? Dan moet ik even lekkerder gaan zitten. Eigenlijk zou ik er liever bijna een soort van Q&A over doen van wat wil je weten. Het is dus van speeddate.nl. Het kostte €27,50. Dat was heel erg leuk. Het was in de Mississippi Bar in Amsterdam. Toen ik binnenkwam dacht ik, ongemakkelijk. En waar is iedereen? En ik had nog een Uber genomen vanaf Amstel omdat ik bang was dat ik te laat was. Want ik was weer eens te laat. Uiteindelijk was er nog helemaal niemand. Dus dat hoefde ik niet te doen. Ik zag gasten aan de bar waarvan ik dacht, oh nee, precies wat ik had verwacht. Dit soort types die echt alles wel hebben geprobeerd en dan gaan speed daten. Maar uiteindelijk waren er ook gewoon ja, mensen zoals ik die helemaal niet alles hebben geprobeerd en heel desperate zijn. Maar gewoon het een leuke ervaring vinden en wel oprecht op zoek zijn naar liefde. Er waren 16 mannen, 16 vrouwen. Ik weet niet precies hoe ze dat gedaan hebben, want er stonden er veel meer op de lijst, maar die waren er allemaal niet. Het is 15 tot 20 mannen die je gaat daten in steeds 3 minuten. Ik zat zeg maar een beetje achter in de bar. Sommigen zaten aan de bar, sommigen aan banken en sommigen aan tafeltjes. En ik zat op banken, heel leuk. Zo'n U-vormige bank, zeg maar. Ja. Je komt het restaurant binnen en dan was hier zeg maar de bar en dan hier een U-vormige bank. Ik deed het tegen de muur aan, daar hou ik echt van. En dan zat ik dus hier op de U-vormige bank. Dit is de bank. En hier had nog een chick op een stoel. En tegenover mij kwam dan een man en tegenover haar kwam een man. En ik was dan nummer 14 en zij 13. Dus haar date kwam daarna bij mij. Ik had heel veel lol met haar. Geweldig. Echt Charlotte 2.0 was het. Ook helemaal hysterisch. En ik ging dus op een gegeven moment maar contact met haar leggen. Van, ik zeg, ik doe gewoon haar boekje open. Wat heb jij? Ik zeg, heb je hetzelfde als ik? Nou, we gingen helemaal stuk. En die date echt zo van, hallo, de tijd is wel ingegaan. Heel leuk, in ieder geval met haar. Er was misschien 1 jongen van ik echt dacht... En nog 2 waarvan ik ook wel dacht... En nog 3 waarvan ik dacht... En dan misschien... 5 jongens die wel knap waren. Niet wauw knap, maar wel leuk. En dan was er 1 jongen die er wel uitsprong. Dat was mijn ene laatste date. En die ging... Oh, dat is wel leuk dat ik het nu aan het vertellen ben. Ik vind het soms lastig om even te beginnen. Die ging ook, in plaats van tegen me over, maar wat meer naar de zijkant, naar me toe. Dus ik zei, oh my god, de eerste die een beetje dichtbij komt. Spannend. Ik zei, ik zag wel dat je dat bij haar ook deed. Zei die, ja, dan kan ik zo je benen raken. Toen raakte hij mijn benen aan. Nee, ik hou er wel van. Ik ben dan niet meteen van, oh, hij raakt me aan. Ik vind dat wel leuk. Ik weet niet meer waar we over gepraat hebben. Maar ik stelde echt de meest... Ik vind het best belangrijk, hoe oud ben je, waar kom je vandaan en wat doe je? Vind ik gewoon wel belangrijk. En verder, ja, heel veel mensen stellen van die leuke vragen. Dus ik denk niet dat ik in iemands hoofd ben blijven hangen door mijn leuke vragen. Maar daar leer je ook weer van. Zou ik een andere keer wel kunnen doen. Maar de sfeer was super leuk. Ik gaf iedereen een hand. Er was maar 1 iemand die heel onzeker was van de mannen. De vrouwen waren ook serieus leuk. Dat ik echt dacht van wow, het wordt best lastig gemaakt voor de mannen om... Nou, je moet echt wel... Je gaat niet zomaar ja opschrijven. Er waren echt veel leuke meiden waarvan je echt denkt ja. Dus natuurlijk niet allemaal gesproken, maar heel leuk. Veel leukere mensen. Mijn hele vooroordeel wat ik erover had was weg. Ook niet van die hele gezelligheidszoekers van... Oh, hi, ik ben zo sociaal. Gewoon een hele normale, leuke mens. Gewoon echt... Ja, ik was misschien wel een beetje dan de drukste. Ze zei bijvoorbeeld op een gegeven moment ook van... Het was echt zo'n leuke host. Een beetje kleine, sexy, blonde host. Waarvan denk ik elke man haar wel zou willen. Die zei iets in... Van een foto maken of zo. Maar je kunt een foto maken... Oh ja, van je kaart bedoelde ze. Maar ik zat er niet. Dus ik roep zo... Foto maken van je date. Toen moest iedereen dus heel hard lachen. Maar dat brak wel een beetje het ijs in de groep. Dat vond ik wel... Dat heb ik dus heel vaak, dat soort dingen. Maar wel leuk. En... Ja, even denken. Het was van 20 tot 35. Dus ik was heel bang dat er veel jonkies waren. Maar ik was een van de jongsten. De jongste meid was 25. Ik ben 26. De jongste jongen was ook 25. En de oudste die ik sprak was 32. Maar de meeste waren iets van 26 tot en met 28. Dus dat is top. En... 1 jongen vond ik dus wel leuk. Kijk, aan het begin weet je niet zo goed wat er komt. Want er waren ook gewoon klanten in de bar. Dus ik wist niet precies wie ik aan de tafel ging krijgen. Dus
Eentje was totaal niet mijn type, maar was ook niet lelijk, zeg maar, of zo, dat ik hem lelijk vond. Dus ik heb maar gewoon ja gezegd en daar heb ik nu ook een match mee, maar ik hoef er toch niet echt meer iets mee. Dus ik zou volgende keer wel beter weten van, ik had nu 6 kruisjes, dan zou ik er misschien maar 3 doen. Maar je wil ook weer geen spijt krijgen dat je dat kruisje niet hebt gezet. Dus je krijgt dus een kaartje en dan alle namen van de mannen en dan moet je ja of nee opschrijven. En ik heb die kaart uiteindelijk gewoon aan haar teruggegeven, maar helemaal niet meer gekeken hoe en wat. En ik wist de namen van niemand meer en... Dus het was echt, en dan kreeg je dus vandaag een mail van, oh, ik wil sporten, mijn benen zijn vettig. Krijg je een mail van je matches, eventuele matches staan online, want je kunt natuurlijk ook geen match hebben. Maar ik had gisteravond al gekeken en toen stond het er al. Toen stond er dus dat ik had dus ook bolletjes gezet waar ik nog twijfelde. Ze zeiden, doe dat. Maar die was ik vergeten aan te kruisen, dus die hebben zij maar als ja gerekend. Daar had ik ook echt twijfels bij. Maar toen stond er dus, 3 mannen hadden mij niet ja gezegd, terwijl ik wel ja had gezegd. En 3 hadden we ja gezegd dat ik ook ja had gezegd. Dus 3 matches. En in totaal waren er 8 mannen die mij ook nog leuk vonden, zeg maar. Dus het is best wel veel van de 16. Maar ja, mannen kijken wel echt ook naar... ik merk kom op zich wel aan mannen merken. Ik voelde me gisteren ook wel lekker in mijn vel. Dat ze me misschien wel aantrekkelijk vonden, weet je. Dat kan je wel een beetje voelen. Maar mannen keken echt wel verder dan uiterlijk en zo. En ze konden niet echt... Ja, ze zagen eigenlijk precies dit wat jullie nu van mij zien. Dus niet mijn benen of iets, want ik zat natuurlijk de hele tijd achter op die lekkere bank. Weet je, normaal vind ik dat heerlijk, lekker een beetje verscholen. Maar achteraf dacht ik, ja, daardoor kon ik nooit iemand even omhelzen of zag iemand niet mijn benen of zo of iets. Ik weet niet. Je ziet best wel, ja, ik had dan wel zo deze open. Dus, ik weet niet, zie je dan een display? Volgens mij niet. Volgens mij zie je niks. Nee, dus heel bedekt eigenlijk. Het is trouwens zo'n handig jurkje, dat je kunt het dus... Ja, zo draag. Nou ja, niet heel open, maar je kunt wel wat showen. Maar op mijn werk heb ik hem altijd zo. Ik had trouwens een swipe-up gedaan van dit jurkje. En echt 400 mensen hebben de link geswiped. En zoveel mensen hebben de jurk gekocht door mij. Het is gewoon niet gesponsord hoor. Ook geen affiliate link. En hij heeft wel hele slechte afwerkingen, maar het maakt me niet zo uit. Ik weet dus niet wat ik morgen nu aan moet. Ik denk het jurkje met die riem. In ieder geval, ik wil eigenlijk altijd alles vertellen. Maakt me niet zo uit. Uiteindelijk... Die ene jongen die ik dus wel leuk vond, was mijn ene laatste. En mijn laatste date was een vriend van de jongen die mee was gegaan voor de jongen. En ze waren al vrienden sinds hun 4e, maar die ik dus niet mijn match is, waren ook een match trouwens. Maar die ik niet, waar ik het nu niet over heb, woont in Utrecht. En waar ik het wel over heb, woont in Amsterdam. En met hun bleven we nog achter en met die leuke meid. En zij had ook een vriendin bij, ze was super gezellig. Nou, uiteindelijk gingen de meiden weg. Toen bleven we met toeristen achter. Toen gingen de jongens weg. Toen zei ik, waar gaan jullie heen? Amstel. Oh, ik ga met jullie mee. Ik moet ook naar Amstel. Ik dacht, dat is een beetje raar. Toen heb ik met hem nog echt 20 minuten buiten lopen kletsen. 2 hele verschillende types. Een wiskundige. En wat die van mij doet, weet ik dan nog steeds niet. Maar allebei universitair, wat ik best wel leuk vind. Wat ik totaal niet verwachtte van de jongen die ik leuk vind. En ik voelde wel een soort aantrekking. In ieder geval van mijn kant. Ik denk ook wel van zijn kant. Ik dacht echt wel van, wow, ik zou je echt wel willen zoenen nu. Ik vind je gewoon een leuke jongen. Niet dat ik denk, ik ben echt mijn toekomstige man. Oh my god, als hij dat ooit ziet, dat ik zou nog met hem daten. Echt wel gewoon een jongen waar ik wat bij voel. Weet je dat wat Ruben ook heeft? Dat lekkere, sociale, leuke, een beetje flirty, niet heel erg. Toen had ik het er nog over dat ik dus best wel veel klets en sociaal ben. Maar als ik dus in een club sta of met dingen, dan klap ik wel dicht. En durf zie ik al die vrouwen als aas op die mannen. En dat ik helemaal niet zo ben, hadden we het daar een beetje over. Goed, uiteindelijk ook over zeggen of je iemand leuk vindt. Toen zei ik nog van, nou, ik vond jou... Ik heb in ieder geval ja opgeschreven bij jou en ik vond het heel leuk. En ik zou zeker nog wel een drankje met je willen doen. En toen gaf ik een knuffel. Dat vond ik al heel knap van mezelf. En toen liep ik met die andere jongen waar ik ook ja had opgeschreven. Omdat ik hem heel chill vond. Hij zag er ook wel oké uit, maar totaal niet mijn type. Ik val wel op wat langere mannen, heb ik nu ontdekt. Vind ik echt wel aantrekkelijker als ik omhoog moet kijken naar een man. Vind ik wel sexy. Vind ik heel belangrijk. Vind ik stom dat ik dat vind, maar ik vind het blijkbaar wel. Wist ik ook niet eigenlijk van mezelf. Niet veel langer, maar ik wil wel een beetje omhoog kijken. En hoor ik mijn ophaler van de pakketjes? Ja. Hi. Heb je nu wel allemaal stickers? Huh? Heb je nu wel allemaal stickers? Hoeveel? Nou, ik heb die vrouw maar gebeld en ik zei hij moet gewoon alles meenemen met 1 sticker. Toen zei ik, nou, doe maar, zorg maar dat hij heel veel stickers krijgt, want anders neemt hij niet mee. Maar je moet ze wel allemaal meenemen, zei die vrouw. Ook met 1 sticker zou het dan moeten kunnen. Ja, het is nog steeds hetzelfde als vorige keer. Ik ben nog steeds aan het wachten tot het wordt opgehaald. Ja, kom nu weer. Deze bezorger, ik ga een stuk met hem. Ik moet het ook weggooien. Ik bestel het best wel veel bij Weekamp met ezels en hij moet het altijd
Dat kan ik gratis retour doen. En hij moet dat altijd ophalen. En eerst moest ik echt met zijn auto meelopen. En was hij vet geïrriteerd. Toen had ik 5 pakketten. Dus, want ja, Wekamp had dat allemaal losgedaan. Wat ruik ik? Banaan. Toen zei hij van nee, ik ga het niet meenemen. Bel ze maar. Toen zei ze, nou, had het gewoon moeten meenemen. Toen zei ik, nou weet je, hij wil dat niet. Dus ga maar 5 losse bezorgophaaldingen doen op 1 dag. En dan krijgt hij allemaal stickers. Hij liep jullie met allemaal stickers. Oh. Oké, in ieder geval had ik al verteld dat ik na first date met die jongen. Oh nee, ik heb niks verteld over first dates. Oh, ik had vorige week zaterdag dus ook een date, maar dat hebben jullie nog niet gehoord, dat mag ik niet vertellen. Aha, veel dateervaring in ieder geval. Deze jongen vond ik heel erg leuk. Ik liep dus met die vriend naar Amstel, toen zei ik nog een denkje dat ik zijn type ben en zo. Dat, dus heb ik die ander eigenlijk compleet gefriendzoned, terwijl ik hem ook op ja had gezet. En ik zag dus dat hij mij ook op ja had gezet. En nog iemand heeft nu al een lieve mailtje gestuurd, maar met hem wil ik toch niet op date. Dus ik mailde deze gast die ik leuk vind gisteravond al van hey, ik heb 3 matches, jij haha. Gewoon, dat stond in het onderwerp, ik had niet eens een bericht. Toen antwoordde hij vandaag met, ik heb nog niet gekeken, maar de leukste heeft me in ieder geval al gemaild. Laten we een drankje doen, daar hou ik echt zo van als een man dat zegt. Ik had hem natuurlijk ook aangegeven dat ik het wil. Ik had aangegeven dat ik soms echt wel met iemand wil zoenen als ik iemand wil leuk vind, maar dat ik het niet durf en zo. Dat is wel heel grappig. En toen voegde ik hem na een uurtje toe of zo op WhatsApp. En heel chill. Hij zei ook niet zo van het appen, maar laten we een drankje doen. Dus ik zei van, hey, weet niet meer wat ik zei. Gewoon best wel kort. Kan je het vanaf morgen? Zei hij, ja, ik kan ook morgen. Zullen we 8:30 op Centraal? Top, top. Gewoon heel weinig. Maar dat is zo chill als je iemand al in het echt op ontmoet. Het is zoveel fijner. Tinder is voor mij zo niets. Ik weet hoe hij eruit ziet. Ik weet hoe hij is. Wat ik leuk vind is dat hij dus best wel intelligent zal zijn. Want hij heeft net de universiteit afgerond. Hij is trouwens een jaartje jonger dan ik. En hij is hetzelfde sterrenbeeld, heb ik gezien op zijn Facebook ergens. Ik ga het even checken. Hij komt uit begin mei. Volgens mij ben je tot 20 mei of zo nog stier. Ik ben ook stier. En ik was toevallig een paar dagen terug sterrenbeelden aan te kijken toen ik liefdesverdriet had. Van wat past er goed bij en weer achtergekomen dat ik zo erg stier ben. Dit lijkt wel een soort talkshow. Maar ik, nee, ja, kijk, storytime. Storytime! Had ik ook kunnen doen, maar ik doe het nu in de vlog, want ik heb toch weinig vlogbeelden deze week. Ja, wat? Dit is zodat hij van de draad afgaat. Daar had ik het ook met vriendinnen over deze week. In ieder geval, morgen heb ik een superleuke date. Dat is vrijdag. Verder staat er niks op de planning. Ik ga nu denk ik toch niet sporten, want ik heb zo kort geslapen dat ik weet dat ik heel moe ben. Nee, sporten niet zoveel zin, dus ik ga lekker relaxen. Weekvlog heb ik net sporters heb ik net gemaakt. Dus ik kan gewoon gaan chillen. Ik ga lekker Tampa kijken. Opgeruimd heb ik, omdat mijn dingen natuurlijk even mijn huis kwamen bekijken. Super fijn. Zondag ben ik geweest. Sport heb ik eergisteren gedaan. Was dat gisteren? Nee, eergisteren alweer. Ik heb echt weinig tijd bewust. Mijn mobiel ligt boven hoor ik nu en ik laat hem daar even lekker liggen. Dat is super chill. Dus morgen date. 2 broeken zijn net binnen trouwens. Die eentje de maat kleiner van River Island. Die andere dat ik teruggestuurd had, was het megadoos. Dus ik heb gewoon weer die XL opnieuw. Die 42. Dus ik heb nu 40 en 42. Die ga ik nog even passen. Misschien straks nog even wat bestellen als outfit voor morgen. Dus ik wil niet weer hetzelfde jurkje aan. En dan ga ik zaterdag met Ro ook nog uit. Oh, er is nog iets heel raars. Ik had dus bij Ruben 2 fietsen staan. Maar die zijn eigenlijk een beetje aan hun einde toe. Ze staan altijd maar in de regen. Ze doen het gewoon niet meer zo goed. En vroeger vond ik fietsen heel duur. Maar nu was ik eens aan het kijken. Toen dacht ik, ja, voor €200 heb ik waarschijnlijk een hele leuke goede fiets. Ik heb hier een schuur, een gezamenlijke schuur die op slot kan, waar ik de fiets gewoon kan plaatsen. Ik fiets niet vaak, maar ik heb best vaak dat ik denk, het is zo mooi weer, ik wil even naar mijn werk fietsen. Of ik wil even naar de Maxis fietsen, even wat beweging, even naar het strand. En nu ik wat meer wil gaan uitgaan, dan gaat hier een nachtbus. Maar dat terrein, buitenterrein, is echt wel 20 minuten lopen of 25 minuten. En ik vind het ook zonde om een Uber te nemen. Dus ik dacht, waarom koop ik niet een fiets? Hij was €200. Hij was afgeprijsd, stond er. Ik weet niet of het klopt. Hele mooie groene fiets. En hij is als het goed is morgen in huis. En waarschijnlijk moet ik wel een deel zelf monteren. Wat ik wel een beetje vervelend vind. Want ik heb helemaal geen schroevendraaiers en zo. Dus misschien wordt dat nog een probleem. Maar misschien ga ik dan wel... Ik weet het eigenlijk niet hoe ik dat ga doen. Er wordt gewoon een fiets hier bezorgd. Het was een beetje... Om 4:45 besloot ik dat ik een fiets wilde kopen. Dan... 3 voor 5 heb ik hem gekocht. Beetje impulsief, maar weet je, ik ga anders een week lang nadenken over welke fiets ik moet kopen. En dat is zo irritant. Ik dacht, doe het gewoon, Charlotte. Is het niet goed, retour je. Dan kost het misschien wel €15 verzending. Maar
beslis gewoon, anders word ik gek. Ik kan heel lang over dingen nadenken. Dus ik krijg ook ineens een fiets. Dan kan ik morgen fietsen naar het Muidenterrein. Kan ik lekker de bus, kan ik de nachtbus terug. Kan ik een keer lekker wat drinken en weer naar huis fietsen. En zaterdag ga ik uit met Ro. Ook om 8:30 in Amsterdam. 2 dagen achter elkaar. En zondag heb ik dan niks. En dan heb ik daarna mijn 2 weken vakantie. Dus vet leuk. Ik wil echt even, ja, lekker even dat doen. Nu ik vakantie heb. Dus dat was mijn talkshow. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heb je nog vragen over speeddate of iets? Let me know. Ik vind het wel heel leuk om dit met jullie te delen. En deze is er dus weer. Dat heb ik echt geconcludeerd. Dit komt bij mij echt door slapen. Dus ik ga vanavond lekker op tijd naar bed. Vandaag vroeg opgestaan. 9:00. Dus dat is wel goed. Vanavond lekker voor 12 slapen. Het is lastig om een ritme te behouden als je uitgaat. Maar we gaan om 8:30 al. Dus zo laat zal ik niet thuis zijn. Doei! Oh my god, jongens. Mijn fiets is er. Hij is vet vroeg. Nu staat dit in mijn huis. Oh my god. Dit was echt een hele spontane actie. Ik hoop zo dat het goed is. Ik had gezegd dat ik hem in elkaar gezet wilde. Maar ik ben bang dat hij niet in elkaar is gezet. Oh jeetje. Dit is echt hilarisch. Ik hou van spontane acties. Maar die kunnen natuurlijk ook verkeerd uitpakken. Oh nee, ik moet die hele fiets nog in elkaar zetten. Nee, dit vind ik echt niet leuk. Nee. 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 Oh, dit vind ik echt heel vervelend. Is dat ik niks te doen heb, maar ik vind het wel heel heftig hoor. Dit is gewoon de IKEA van een fiets. Je moet gewoon je complete fiets zelf in elkaar zetten. En ik heb helemaal geen schroevendraaiers. En ik had erbij gezet in de notities dat ik het wilde. Dat ik het gemonteerd wilde hebben. Want dat kon. Maar ik zag die optie niet. Hij heeft wel een kinderfiets. Nou, sorry. Maar kijk even. Kijk hoeveel dozen. Ja, hallo. Dat vind ik echt heel irritant. Er stond dus voor 85% gemonteerd. Nou, ik vind het echt best wel erg. Letterlijk, je lampen. Je bel. Geen idee wat dit is. Er is geen gebruiksaanwijzing. Bolly. De trappers. Wiel. Alleen dit is gemonteerd. Je zadel, je stuur, je spat. Ja, nou, ik moet alles er zelf opzetten. Wat is het? En het is geen IKEA of zo. Het is wel even een fiets die je in elkaar aan het zetten bent. Hoe weet ik nou nu waar ik moet beginnen? Wat vinden jullie hiervan? Ik vind het echt belachelijk, sorry. Er stond voor 85% gemonteerd en ik heb gezegd ik wil hem niet zelf monteren. Dan had je hem gewoon niet naar me toe moeten sturen. Er stond in de voorwaarden of zo, bezorgoptie, stond er... Je kunt voor onze monteerdinges kiezen en dat kon ik nergens vinden op de site. Dus ik heb gezegd ik wil graag met monteerservice. Ik heb ook nog niet betaald, dus dat hadden ze er gewoon nog... Ja, dat hadden ze gewoon kunnen doen. Ik ben zorg aan het treuzelen. Wat is dat? Gelukkig had ik eentje dat 10 minuten eerder was gedaan. Want die heb ik natuurlijk weer gemist. Tenminste, ik dacht over 10 minuten, dat had ik niet. Ha! Charlotte is helemaal rood. Waar is nou mijn elastiekje? Ik twijfel alsof ik mijn camera mee neem of mijn haarborstel, maar ik ga toch niet vloggen. Ik heb weer deze jurk aan. Ja, weet je, hij heeft dit nog nooit gezien. Ik ben helemaal nog niet in de mood en ik vind dat mijn benen dik zijn. Oh, ik moet mijn benen ook nog insmeren. Ik smeer het altijd in met crème, dan ziet ze er leuker uit. Weer deze schoenen. En waarschijnlijk doe ik morgen dit weer aan. Ja, maakt mij het uit. Ik stink toch nooit door zweet. Ik heb deze pas 1 keer gewassen, dit jurkje. Het zit ook heel wijd. En ja, er zijn toch steeds andere mensen die het zien. Oké, ik laat mijn camera dus thuis en ik zal jullie wel vertellen hoe de date was. Ik heb mijn haar dus gewassen en al 1000 keer gesteld, maar het blijft wild. Maar het is wel prima. Ik doe nog een laagje mascara op. En dan ga ik gewoon lekker, want ik ben veel te... Ja, ik ben gewoon helemaal heet door de... Zo benauwd binnen en ha, oké, ciao ciao. Alright, lekker fietsen, even haar een beetje naar achter. Lekker afkoelen, borstel gaat mee, camera niet. Let's go. Ja, jongens, er zit zo'n springkraan boven op mijn gordijn. Ik heb in de Muiden, inwoners van Muiden gezegd, wie wil deze komen weghalen? En er komt een man nu aan, die gisteren ook had gereageerd dat hij wel mijn fiets in elkaar wilde zetten. Maar toen had ik het pas te laat gelezen. Ik ben zo aan het trillen. Ik ben zo spastisch met insecten. Ik moet jullie nog van alles vertellen over gisteren. Ik ben ook nog naar de kapper geweest vanochtend. De hulpen zijn geweest, maar daarna heb ik nog even geslapen. Ik ben helemaal aan het shaken door die springkraan. Ik kan er echt niet tegen. Weet je, het is gewoon... Ik weet dat in het buiten vind ik... Auw! Buiten vind ik springkraan niet erg, maar in mijn huis echt... Oh lord, wat moet ik ermee? De meid is weer klaar. Ik zit helemaal in het slechte ritme. Het is 8:30 en het voelt als 3:00. Oh, ik heb hier helemaal niet gesproken vandaag.
Ik weet dat jullie het leuker vinden als ik dingen echt laat zien in plaats van alleen maar vertel. Maar ja, ik ben zo de kapper geweest. Het is nog even lastig om het stijl te krijgen. Ik heb het vet veel gesteld, maar het wordt niet echt stijler. Soms vind ik het dan in de spiegel leuk en op beeld denk ik, huh. Ik moet nu namelijk weg. Als ik nu weg ga, ben ik lekker op tijd. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik heb weer dus hetzelfde aan. Ik neem mijn camera vandaag wel even mee. Ik hoop net dat het in mijn tas past, want ik wil ook echt mijn borstel mee. Nou, weer hetzelfde aan. En nu ga ik lekker met Ro. Ik ben alleen mijn veiligheidsbelt kwijt, dus ik heb hier een beetje erg inkijk. Ik ben benieuwd wat voor avond dit gaat worden. Gisteren was een hele wilde avond. En ja, ik ga even mijn spullen bakken. En mijn schoenen aandoen. Of mag het niet? Ja, jongens. Maar wij gingen ook, volgens mij ben jij de eerste met wie ik echt uitging. Of ik in ieder geval de eerste met wie jij uitging. Dus dat sowieso, want ik was 13. Ro was 13 en ik was 15. En ik zeg net tegen Ro, zullen we? Zal ik even bij AH2Go drankjes kopen? Dit is €12 bij elkaar. Nou, één drankje kost ook bijna €12. We hebben nu vier drankjes. Deze mixjes. Maar dus ze zijn niet zo lekker natuurlijk als in het echt restaurant. Dus dit is echt hilarisch. Ik schaam me er ook niet voor om dit te laten zien. Aangezien ik echt een braaf persoon ben die nooit drankjes drinkt. Ik ga helemaal stuk om mezelf dat ik gewoon ineens uitga en zo. Je hebt die raspberry. Ja, ik dacht, jij mag kiezen of je die of die extra nog wil. Maakt mij niet uit. Ja, nee. Ik vind het, ja, die. Ja? Ik dacht het al. Vroeger dronk jij altijd dit. Vroeger dronk ik altijd Plasoa. Dit. Puur. Maar jongens, ik heb er echt zin in. Ja, en ik voel me echt goed. Ja, ik ben afgevallen. Ja, nu pas zie je. Ik ben net naar de kapper geweest. Mijn haar is goed, ja, het ziet er heel mooi uit. Ik ben echt het blij. Het zit echt goed. Ja. Zo belangrijk, want je kent mij. Als ik me niet lekker voel, is de avond verpest. Dan is de avond verpest. Voor iedereen door mensen, niet alleen. Ja, heel erg. Dat is echt erg. Tjus, tjus. Hey! Oh my god, vloggen! Zie ik ook maar! Zo jongens, ja, het heeft helemaal geen zin om mijn camera mee te nemen naar uitgaan, want ik ga er toch niet lopen vloggen. Maar gisteren was echt geweldig. En nu was het echt geweldig met Ro. We hebben zo vlog gehad. Maar ik heb me vandaag een beetje geïrriteerd aan alle mannen. Ik voelde me echt een soort van aas, weet je wel. Mannen die aan het vissen waren. Van die hengels zo. Tjak. Dus, ik dacht, laat me met rust. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Het waren allemaal toeristen. Het waren ook allemaal hele jonge jongens. Dat ik denk, ik ben 26, laat me alsjeblieft met rust. Gewoon zo aasen op je en de hele tijd zo tegen je aan dat je denkt, eeuw, ik wil niet. Ik maak toch geen oogcontact met je. Het is toch wel duidelijk dat ik niet met je wil dansen. Dus daar heb ik me een beetje geïrriteerd vanavond. Ook in de nachtbus van die Duitsers die je dan helemaal zo zitten te bekijken. Dat je echt denkt, oké, dit dicht, jurk naar beneden, jas aan. Van een beetje zo niet respectvolle mannen. Maar verder hadden we ook nog Mies gezien, de vriendin. Het was super gezellig. Het is nu alweer 16:30. Echt heel veel log gehad, heel leuk. Morgen even lekker niks doen. Twee dagen uit geweest. En vrijdag en zaterdag ga ik dus weer uit. Het was super goed. En ik heb een hele mooie selfie gemaakt en geplaatst op Instagram. Heel veel leuke reacties op. Ik voelde me in ieder geval weer heel erg lekker in mijn vel. En Misa ook, jeetje, je ziet er echt goed uit. Dus ik voelde echt dat ik aan het afvallen ben. Dus dat is heel fijn. Want ja, als je met uitgaan gewoon sexy voelt. En je krijgt ook chance met mannen en zo. Is gewoon wel heel leuk voor je zelfvertrouwen. En nu was het gewoon even net iets te veel dat ik me dus irriteerde. Maar goed, ik ga slapen. Ik zie jullie. Dat was trouwens dus mijn haar. Dat zei Mies ook, maar je haar zit mooi. Het is een beetje uitgedund, ik weet niet meer wat ik al heb verteld. Maar heel blij mee. Doei. Oké jongens, het is maandag. Ik ga de weekvlog afsluiten. Gisteren lekker brak geweest, vandaag nog steeds. Ik ga even sporten. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Ik heb best wel veel met jullie gedeeld. Dus even je duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat ook zeker even een reactie achter. Lijkt me gezellig. En dan zie ik jullie weer bij de volgende weekvlog.